Goedenavond. Welkom. Ja. Ik ga jullie tonen hoe wij geld maken. Wij goochelaars kunnen dat namelijk, Bart. Meestal vinden de vrouwen dat heel interessant. Ja, ik vind dat ook interessant. We gaan te shoppen natuurlijk. Nathalie, wilt u even hier gaan staan? Waar? Ja, perfect. Blijf zomaar staan. Ik heb hier een stukje touw bij, Bart. Ja. En dat is een manier om daar geld van te maken. Ja, ik ga dat tonen. Kan je dat thuis proberen, Nathalie? Kijk, neem namelijk een stukje touw. Als je dat verwarmt, dan wordt dat een muntstuk. Wauw. Nu ziet. Dank u. Je ziet, Bart, het zijn geen euro's. Ik ben er nog altijd niet rijk van geworden. Spijtig genoeg tot op heden. Lukt mij dan nog niet echt. Maar het is een magische munt. Stel dat voor doen. Kijk, als je die in hand neemt, geblazen, dan wordt die onzichtbaar. Oh. Nu kun je die terughalen. Dat gaat zo. Neem dan een stukje stof, blaas, komt die munt terug. Nu, ik zou jullie denken, het is misschien een speciale munt. Je mag die eens controleren, Bart. Bijt er dus nooit eens in. Ik sta niet in voor uw perfect gebied, natuurlijk. Sinds van Juliana, koningin der Nederlanden. Nathalie, ik heb voor u hier een proper zakdoek. Je mag die ook even controleren. Kijk dat er geen doorgangen in zitten, geen spiegels in verwerkt zitten. Ja. Perfect. Mag ik die even terug hebben? Kijk, Bart, mag ik ook de munt hebben? Geen chocolademunt of zo. Nee, nee. Echt, als je die daarin legt en je doet dit, poep. Dat is de magische beweging. En dan wordt die munt onzichtbaar. Die verdwijnt compleet. Nu kunnen we die terughalen. Dat gaat zo. Kijk, als je hier neemt, dan kun je hier die munt nemen. Wow. En als jullie willen, gaat dat ook met een fles wijn. Oh. Die is voor u. Applaus voor Bart, Nathalie. Dank je wel.